opeens niet. Zeg ik zo. Je gaat echt deze hijsen hebben gemaakt, gewoon voor Nick. Laat ze een beetje melk ook drinken. That shit is busting. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en ja, het is gewoon even een familiedagje uit. We staan nu aan het lopen met de hele fam, ook met Pienet erbij. Het is helaas niet echt mooi zondag weer vandaag, maar helaas. Dafzuiver zullen we een boswandeling maken en ik dacht nou, dat is best wel een leuk idee. Vorige keer toen de vier een boswandeling wou maken, was hij net 2 dagen bevallen. Dus er waren een paar stapjes buiten de deur. Dat was tot aan de hoek. Ja, zei ik, kan niet meer. Maar vandaag is dan toch wel weer de eerste echte dag. Davini heeft normale crocs gehaald. Kijk hier. Vond ik even de mijne gekanteld. Ja, ze lopen toch best wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Maar toch ze zijn echt afschuwelijk lelijk. Ik heb alleen maar mensen gehad die me uitlachten op de crocs. En ja, toen zei ik van, nou gelukkig hoef ik jou niet te versieren. Dus dat is ook wel een voordeel. Als je niet wil dat je man een andere vrouw versiert, koop gewoon crocs voor hem. Ja. Dan vindt geen ene vrouw hem aantrekkelijk. Maar dan ook zulke vreselijke afschuwelijke, hè? Zou je met deze naar de club gaan? Naar de club? Nee, tuurlijk niet. Nou, ik wist naar nog een dat festival. Je... Ja, ik wist nog dat je naar een festival wil gaan. Toen zei je, zou ik deze aandoen? En dat zou ik wel gewoon doen. Want weet je waarom? Crocs kunnen gewoon vies worden. En als je... Ik heb ook wel eens mooie schoenen aangehad op een festival. Zonde. Heel zonde is dat. Dus ja, gewoon lekker crocs aan. Je hebt ook van die hoesjes hè, die om je schoenen kan doen. Dat ook nu heel erg hype is. Oh, dat een hoes voor je crocs. Ja, nee, van je schoenen. Dus dat is een soort plastic zak die om je schoenen heen doet. Hij kan het ook gewoon een boterhamzakje doen. Nee, maar dat zijn je schoenen wel zichtbaar is met een rits. Ziet er ook een beetje high fashion uit. En dan kan je gewoon je mooie schoenen aandoen, want er komt geen water in, er komt geen modder op. Dus hey. Nou, misschien gaan we die dan maar even aanschaffen. Hè? Ja. Nou, wij gaan niet naar het festival. Nou, ik zie mezelf ook inderdaad even niet meer op een festival. Nee, gisteren heb ik na de zwangerschap, dus na 9 maanden, na nog wel langer zelfs, mijn eerste wijntje gedronken. En ik zeg je eerlijk, dat was fucking smerig. Heel erg smerig. Dat was fucking smerig. En mijn hoofd begon echt te draaien. En toen lag ik op bed en toen was ik in 1 keer KO. Ja, en toen werd ik binnen 2 uur wakker, omdat ja, ik ben wel moeder natuurlijk. En ik moet mijn kind eten geven. Ja, dat is niet verantwoord, jongens. Nou ja, een wijntje kan er wel vanaf, maar het is niet dat ik nu weer denk van nou, ik ga weer aan de wijn of zo. Dus dat heb ik ook alweer afgeschreven. Een hele goede morgen jongens, het was een turbulente dag vandaag. En ik betrap mezelf toch wel dat ik alleen de mooie dingen film in mijn vlogs. Dus ik was van plan om in deze vlog jullie mee te nemen alle tijden dat ik wakker ben. Wanneer die loopt te huilen, wanneer ik bijna huil, als ik niet weet wat ik moet doen. Dus ik dacht, laten we vandaag in deze vlog gewoon lekker transparant zijn. En ik wist natuurlijk wel dat het zwaar was, omdat ik ja, Angelique als baby heb meegemaakt. Bij je eigen kind is het toch wel weer anders dan je zusje. Ik bedoel, mijn zusje kon ik op een gegeven moment gewoon aan mijn moeder geven en dan ging ik lekker in mijn kamer chillen. En met je eigen kind kan dat natuurlijk niet. Dus even kijken hoor, jongens. Het is nu 10:30. Iden heb ik 2 keer verschoond al. Hij werd 4 uur 's nachts wakker en 7 uur 's nachts. En daarna wou hij niet meer in zijn eigen bed slapen. Dus kan hij bij mij slapen. Ik heb echt kapot voor honger. Ik moet kapot nodig plassen. Dus ik ga hem even neerzetten. En dan eindelijk eten. Iden, net op bed was je echt lief aan het liggen en rustig. En dat gaan we nu ook even doen. Zodat mama even rustig kan eten. Ja, afgesproken. Is dat een ja of een nee? Meestal als hij zo begint te spartelen met zijn benen, dat is het teken dat hij gaat huilen. Oh, laat me eerst plassen hoor. Ik vergeet gewoon te ademen sinds ik moeder ben. En als ik tot 9 uur kan uitslapen, dan is dat voor mij echt heaven. Terwijl meestal word ik echt om 11, 12 uur wakker. Dus dit is mijn nieuwe leven. Oh, even plassen hoor. Al deze foto's staan trouwens bij mij op de wc, op de deur. Want, kijk, je kan het in een fotoboek doen, maar je gaat niet elke dag een fotoboek pakken, snap je? En op de wc zit je elke dag. Dus elke dag kijken we naar deze mooie herinneringen. En ik hoor iedereen alweer huilen, dus eten zit voor mij niet in. Ja.
Weet je wat ik ook had in het begin? Het is nu pas weg hoor, maar in het begin vond ik het zo eng om met hem naar buiten te gaan. Als ik buiten ging lopen en peanut ging uitlaten, had ik alles in de tas van haar fles, voeding. En als hij dan begon te huilen, kreeg ik helemaal stress. De eerste keer dat we naar Rotterdam gingen, ik, Daf en Eden, dan waren we ook echt zo gestrest. Niet normaal. En ik heb nu pas dat weg is. Maar ik vind het nog steeds wel echt spannend hoor, om met hem naar buiten te gaan. En ik denk ook omdat hij nu nog zo klein is. Kijk, als hij wat groter is, dan, ja, dan weet je ook... Dan weet je, dan ken je je kind al een beetje. Dus dan weet je van, oké, wat is aan de hand? En nu als hij huilt... Ja, 9 van de 10 keer is hij honger. En ja, hij huilt eigenlijk alleen als hij honger heeft of moet boeren. Trouwens, voor vandaag zit op het menu van Hey Foodies, pannenkoekjes. Ik heb echt geen zin om het mooi te decoreren hoor. Ja, maar eigenlijk moet ik even... Nee, geen zin. Ik moet echt een lekkere saus erbij trouwens. Zo, ik ga het nu even snel opeten. Want mijn kleine man... Die wil dan weer aandacht van mama. Mama gaat eerst even eten, schat. Ja, kijk. Ja, nee, ik ging eerst altijd gelijk oppakken als hij huilde. Maar nu moet... hij moet ook niet denken dat als hij huilt, dat ik hem gelijk geef wat hij wil. Dus nu mag hij eventjes lekker huilen. Dan ga ik even eten, hoor. Dit is dan zo'n moment dat hij echt net een uur geleden heeft gegeten. Dat hij aan het huilen is. En dan zijn vuist in zijn mond doet. Dan laat hij zich gewoon zien dat hij honger heeft. En denk echt van, hoe kan dat dan? Je hebt net 120 milliliter gedronken. En je bent pas 4,5 week. Hoe kan dat je nu alweer honger hebt? Maar kijk, zijn outfit. Zo cute. Zo cute. Maar schat, wat is er dan? Je hebt net gegeten. Ja. Oh, schat, die patat. Gekke decibel, moor. Jullie wisten met wat voor bloedgang ik dit flesje heb gemaakt. Even kijken of het niet heet. Perfectos. Kom maar, schat. Meestal 120 milliliter. Ik heb nu 60 gemaakt. Kijk hoeveel die opkrijgt. Misschien valt hij daarna wel gelijk in slaap. Ik denk het niet, want vandaag heeft hij echt lang doorgeslapen. Kom maar. Kijk, dan is hij wel gelijk stil. Dus dat is wel lekker. Maar deze laatste 3 dagen is het echt heel heftig met huilen. Hij huilt ook nu als hij moe is. Eerst was het echt alleen slapen, eten. Dus... 2 dagen geleden kreeg ik zoveel stress omdat hij echt alleen maar aan het huilen was. Ik wist niet wat er aan de hand was. En ik vind dat zo zielig, want hij huilt ook echt met tranen. Maar ja, uiteindelijk komt het wel weer allemaal goed. Dus in het begin is het gewoon eventjes wennen tot al dat gekrijs hier hoor. Nou, nu slaapt hij na een paar slokjes. Oh, laat maar. Hij heeft zijn ogen weer opengeknald. Dat heeft hij echt vaak, hè. Baby's doen het echt vaak. Het doet alsof ze slapen en dan zijn ze opeens weer wakker. Nee, dit gaat nog een staartje krijgen. Ik ga hem even laten boeren, hè, schat. Nee, hij slaapt. Dus hierna lagen ga ik hem lekker in bed leggen als hij zijn boertje heeft gelaten. Hij heeft weer een fresh ass luier om. Hij had net alles ondergescheten. Hebben jullie dat ook, dat als je verschoont dat er een poep op je vingers komt? Echt disgust. Ja, ja, het is gelukt. Hij slaapt. Ja, ja, jongens, het is gelukt. Hij slaapt. Tijd voor een vreugdedansje. Oké, nu ga ik mezelf even fixen, want this ain't it. Er zit ook nog melkkots op me van vannacht. Ik ga even snel... Een zelfgemaakte mini pizza gemaakt. Het ziet er niet uit. Het smaakt nu ook niet echt heel lekker, maar ik heb gewoon honger, dus daarom eet ik het. Ik had het eerst gemaakt, was wel echt lekker, maar toen heb ik ook echt moeite gedaan om het lekker te maken. Het was alleen zucht. Nou, ik ga even snel mezelf fixen.
terug naar afspraak. Zie je zo. Nou, ik heb letterlijk mijn pizza opgegeten om erachter te komen dat hij gewoon weer wakker is geworden. Dus ik heb trouwens zo'n wiegstoel. Ik moet nu echt gaan douchen, want ik kan echt niet langer wachten. Ik ben ook echt kapot. Ik ben gewoon helemaal op. Helemaal op. Ik ga die wipstoel. Ik heb een paar keer gedaan, werkt perfect. Die wipstoel zet ik dan in de badkamer. Dan, het duurt ongeveer 5 minuutjes voordat die wipstoel zat is. En binnen 5 minuten ben ik wel gedoucht. Deze dagen. Sinds ik een kind heb. Hè. Meestal, ik geef hele concerten in mijn douche. Kijk, dit is hem. Die zet ik dan in de douche. Er zit ook muziekje bij en zo. En dan ga ik gewoon snel mijn kontje wassen. Mijn oksels. En dan ben ik... Oh, oeps. En dan ben ik klaar. Ik zei nu toch 5 minuten. Minimaal. Ja. Ja, ik ga nog even mijn mond spoelen hoor. Want anders... Trouwens, het shirt van de Zara. Ja, ik wil eigenlijk ook nog mijn wenkbrauwen doen, maar ik ga hem niet laten huilen omdat ik mijn wenkbrauwen wil doen. Dus ik ga hem nu weer pakken en dan gaan we naar de woonkamer. Nou, ik heb mezelf klaargemaakt. Davinio was even aan het opletten. En ik had me dus zelf voorgenomen om een dutje te doen voordat ik naar mijn afspraak zou gaan. Nou, 3 keer raden wie er geen dutje heeft gedaan. This bitch right here. Laat me even rustig praten, want hij was zo lief aan het slapen. En het grappige is, altijd als hij met mij is, is hij druk, huilen, kotsen. Maar zodra hij bij het Davinio ligt, is het slapen, rustig, abnormaal. Echt, it's not fair. Ik heb ook echt rugpijn, omdat ik zeg maar, als ik wakker word, zit ik op bed en mijn flesje te geven. En vervolgens ben ik moedig en dan ga ik zo zitten. En ik voel nu echt mijn rug. Oh mijn god. Hij zit helemaal vast. Oh, hoe ga ik deze dag overleven? Hey jongens, ik ben al een tijdje terug van mijn afspraak. Ik ben vandaag echt heel erg moe. Omdat ik afgelopen dagen de nacht heb gedaan en overdag ook best wel veel. Vandaag heeft Daf lekker alle taken op zich genomen. Dus ik heb nu even tijd om een beetje uit te rusten. Maar ik krijg gewoon kriebelige handen van alle was die gedaan moet worden. Dus ik ga nog wel eventjes de was doen. En gelukkig heb ik geen foodie qua eten. Dus ik moet nu in deze periode ook even niet te stressen om te koken en zo. Want dat zou ik er nu echt op dit moment niet bij kunnen. Dus ik ga even de was doen. Ik ben zo moe, ik krijg mijn ogen niet eens open. Iedereen is net gaan slapen. Ik was even vergeten verder te filmen. Daarna ga ik even de afwas doen. Ik vraag me ook echt af wie de fuck boeit dit. Wat ik allemaal ga doen, maar oké. Ik gebruik dit gewoon als dagboek. Nou, ik ga dus even de was doen. Dat heb ik nu echt al 4 keer gezegd. Nou, ik moet gewoon echt even slapen, want dit gaat gewoon heel goed. Het maakt me niet uit hoe vaak ik het huis opruim. De video gaat dan zeg maar in de avond, gaat hij een film kijken of even op tv kijken. En dan kom ik boven en het ligt zeg maar in deze hoek. Het ligt dan allemaal eten en flesjes drinken. Nou, Ethan slaapt net. Zo jongens, het is 10 uur. Ik kan gaan slapen, toch Ethan slaapt wel. Maar toen begon hij opeens keihard weer te schreeuwen. Die flesje. Ik dacht, hij slaapt lekker, maar het ziet er ook echt uit, hè. Flesje aan het maken. En hopen dat ik daarna gelijk in slaap valt. Lekker. Kleine monster. Echt, als je aan het huilen bent, dan doe je echt alsof iemand over je tenen heen gereden met een vrachtauto. Zo hard ben je aan het schreeuwen, dat kan toch niet?
Ik heb sinds kort een verslaving en ik vind dit dus echt oprecht kapot lekker. Ja? Oh, nu wil je opeens niet. Zeg ik zo. Je gaat echt deze hijsen hebben gemaakt gewoon voor Nick. Ja, zie je, toch al. Toch al, dit gewoon, het is echt niet doen. Oh, sorry schat. Ja, het is nu 10 uur. Meestal als hij rond 10 uur gaat slapen, of je gaat slapen. Als hij rond 10 uur gaat slapen, dan wordt hij rond 3 uur wakker. Dus ik ga je laten weten hoe laat het volgende flesje is. En hij drinkt ook echt altijd alsof iemand zijn flesje gaat stelen. Altijd zo lang voordat die boer komt. Niet normaal. Hij slaapt. Moeten jullie even zien hoe de kant van mijn bed eruit ziet. Mijn lijntje lamp. Torentjes. Flessen. Ja, meestal in de avond staan er andere soort flessen naast mijn hoofd. Maar dit keer Dr. Brown. Ja, en het is echt vroeg, maar echt, deze dag ben ik zo gesloopt. Ik was de laatste beetje melk op drinken. That shit is busting. Ik laat wel echt vieze scheten erdoor, man. Ik weet niet wat er allemaal in zit. Ik ga denk... Morgen even kijken wat er allemaal in zit, want die scheten zijn echt van een andere planeet, jongen. Nou, nu ga ik er echt vandoor. Zie ik jullie straks weer. Dat heb ik nu gefilmd. Dat was om 7 uur ongeveer. Het is nu 9 uur. Hoeveel uurtje moet ik gymmen? Dus hij had net keihard gescheten. Ik dacht, voordat ik wegga, wil ik hem wel even nog verschonen. Dat hij niet te lang met die poepluier ligt. Ik heb ook gelijk even een flesje gemaakt. Met warm water, dat als ik klaar zou zijn en zou huilen, heb ik hem gelijk bij de hand. Ja, ik ga hem nu even verschonen. Kijken wat de schade is. Zo, ik ben net terug van de gym. Zoals je kan zien. Helemaal gesloopt. Ik heb net ook even Iden zijn kleurtjes gewassen en gestreken. Oh mijn god, huismoeder vibes. Niet normaal. Helemaal ander mens worden. En ik dacht, vandaag is het misschien wel leuk om langs Fannix te gaan. Want Noordin is natuurlijk wel geweest, maar de andere collega's die hebben Iden nog helemaal niet gezien. Dus gaan we waarschijnlijk, ik weet niet of dat meegaat trouwens, maar eventjes langs gaan. Het is ook mooi weer. Deze laatste dagen ben ik ook helemaal niet buiten geweest. Alleen om even peanuts uit te laten en met Iden te wandelen. Maar het begint een beetje kluisenaar te worden. Dus ik ga nu even douchen, dus even klaarmaken. Misschien even snel nog een dutje doen, want de show begint pas om 4 uur en het is nu 1 uur. Dus heb ik nog eventjes de tijd. Ik heb ook gelijk een paar nieuwe Dr. Brown vesten gehaald. Want elke keer 3 omspoelen word ik helemaal gek van, dus ik dacht, nou, ik haal gewoon nog 2. En that's it. Ja, ik ben echt moe, man. Dat heb ik de hele nacht gedaan, dus ik ga even snel een dutje op doen. Later! 3 keer raden wie weer haar vlogcamera is gereden. Nou, ik en natuurlijk. En vandaag gaan we iets leuks doen. We gaan naar de dierentuin. Echt iets wat we normaal nooit zouden doen. Op een random dag. Maar super gezellig met Iden natuurlijk. En Daf de Drava. Dierentuin gaan we eigenlijk. In Amersfoort. In Amersfoort.
ziet er gewoon nep uit, hè? Het is wel echt zielig, ik zeg je eerlijk, dat wel. Want dit zijn wel echt mensen. Schattig hoor, die pingwings. Je mag niet boven staan. Dat is wel schattig, hè? Wil je daar staan? Nou jongens, ik ben net terug van de gym. En dit was alweer de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer hier op mijn kanaal. Bij een nieuwe vlog. Laters!